Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een carbon plaat maken. Ik ga het dashboard veranderen van de Golf. De kilometerteller en de toerenteller die gaan eruit. En daarvoor in de plaats komen dus VDO-meters. Nou heb ik op mijn dashboard al een aantal schakelaars en meters. Die gaan ook op die carbon plaat. Nu moeten we eerst die plaat gaan maken. Dus laten we gauw beginnen. Als eerst hebben we dus een vlakke plaat nodig. Dat is die. En die hebben we dus ingetaped. Met dubbelzijdig tape. Want straks als de carbon erop ligt, dan gaat er een zak overheen. En die trekt hem dus vacuüm. En die zak die blijft dus op dat tape plakken. Wat we nu gaan doen is het carbon knippen. Ik heb 4 stukjes carbon nodig van 20 keer 70 centimeter. En daarnaast heb ik ook nog versteviging om tussen de plaat te doen, tussen het carbon te doen. En daarvan moet hij dus ook 20 keer 70, maar daarvan heb ik er maar 1 nodig. Dus laten we gauw beginnen. Ik heb hier 3 decor liggen. Hiervan ga ik dus 20 keer 70 centimeter afknippen. 20. Dit is deel 1. Dan ga ik nu het carbon uitpakken. Dan gaan we die ook knippen. Daarvan heb ik dan 4 stukken 70 keer 20 centimeter nodig. En dan als we de carbon neer gaan leggen, dan is het eerst 2 lagen carbon. Dan die witte 3D spul. En dan weer 2 lagen carbon. En dat witte spul maakt het dus een stuk steviger. Hier voor me heb ik dus het carbon liggen. Kijk hoe tof. Dat is echt mooi. Ziet echt tof uit. Je moet er alleen heel voorzichtig mee zijn. Want 1 dingetje of 1 haakje. En er zit al een vouw in. Dus dat is nogal lastig. En daarvoor krijg ik dus even een beetje hulp. Aangezien ik zelf een beetje lomp ben af en toe. Het ziet er echt grappig uit. Dat je zo die lijntjes erin ziet.
Corné heeft de eerste deel geknipt, dit deel. En daarna heeft hij dus lijntjes uit het carbon getrokken, zodat je precies een rechte lijn kan knippen. Dus nu gaan we precies dat lijntje afknippen. We hebben nu drie delen geknipt. Nu komt Corné zo meteen nog even het andere deel maken. Want die hangt een beetje over de tafel heen. Dus de vierde deel kunnen we nog niet doen. Ik heb hier PVA. Dit gaan we eerst op die plaat smeren voordat we de carbon erop gaan plakken. Want hiermee krijg je de carbon er weer van de plaat af. De plaat is ingesmeerd en die gaan we nu in de tent leggen. Die tent is verwarmd zodat het een beetje kan drogen. We hebben de plaat nog twee keer ingesmeerd met PVA of zo. En nu gaan we hem insmeren met epoxy. Jongens, Corné, niet een scheetje. Nu gaan we de eerste laag carbon erop leggen. En dan gaan we met deze de lucht er onderuit halen. En dan gaan we zo op en neer, op en neer, op en neer. Je legt hem er zo recht op. Thank you.
gaan hem nu weer insmeren met epoxy. Oeh. Kijk, het ziet er nou zo uit. Nu gaan we voor de derde keer insmeren. Nu gaan we de stevigheid erin maken. Dat doen we met deze witte. Op. Dan gaan we weer in. Inrollen met epoxy. En dan nu de laatste laag carbon. Ja, jongens, we gaan eerst de scheurweefsel erop leggen. Zo. Netjes. Beetje netjes. Met de roller. Een beetje glad rollen.
En dan moeten nu gaatjes folie erop. Dit is de bleeder. Dit is de bleeder. En die vangt al het hars op. En die leggen we er bovenop. Op de bobbeltjesfolie. En dan ga ik het even aan jullie laten zien. Ik even zo. Bobbeltjes. Mijn gaatjesfolie. Oh ja, en een scheurweefsel. We gaan nu de tape eraf halen en dan de vacuümfolie erop. Of moet ik de tape eraf halen? Ja, aan die kant. Deze? Ja, en dan hier. Oh, eerst boven en dan alleen. Laatste stukje tape eraf. Oh, mijn naam is strak. We hebben hier een heuvel gemaakt, zodat die goed dicht blijft. Zo. Zet hem maar aan. Het ziet echt vet uit zo altijd. Door het vacuümeren komt het hars door de gaatjesfolie heen en in de bleeder terecht. En dat is voor het overtollige hars. Zo ziet het er nu uit na een nacht dat hij onder druk heeft gestaan van een vacuümpomp. Zo te zien heeft hij al best wel wat hars door de gaatjesfolie heen getrokken. En dan moeten we hem nog even zo laten liggen. We zijn nu 2 dagen verder. We gaan deze nu uitpakken. We zitten trouwens nu thuis. Ik heb hem mee naar huis genomen. Als eerst gaan we de folie eraf halen. Ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat.
We hebben nu de vacuümfolie, de witte folie en de gaatjesfolie eraf gehaald. Nou gaan we kijken of die eraf wil. Ik denk het wel. Oeh, hij is vet. Goed gelukt. Kijk, anders. Dit is de plaat. Nou, ik moet zeggen, het ziet er niet slecht uit. Hier komen dus metertjes op. Kilometerteller, toerenteller, brandstofmeter, koelvloeistof, oliedruk, olietemperatuur, accu. En dan een groot licht, dim licht, kniplicht, dat soort dingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden. Nu moeten we alleen het breekfolie er nog afhalen. Ik had hier al een stukje begonnen. Kijk. Normaal breekt dit altijd in 100 stukjes. En nu krijg ik hem er in één keer af. En aan de andere kant, hier zit de PVA nog op. Dat was die eerste laag die we op de plaat hadden gesmeerd, zodat het carbon er makkelijk af zou komen. En dat is ook goed gelukt, want hij ging ook in een graf. Maar die laag moeten we er ook nog afhalen. Nou jongens, voor het mooie moet er nu eigenlijk nog blanke lak overheen. Dit is dus de allereerste keer dat ik mijn eigen carbon plaat heb gemaakt. Nou, ik ben er best trots op. Hij ziet er best goed uit voor de eerste keer. Hij moet alleen nog op maat gezaagd worden, maar dat is voor in een andere video. Het inbouwen van de meters en het op maat zagen en neerleggen van het papiertje waar alle meters op staan. Dat wordt dus in een andere video gemaakt. Daarnaast wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!